Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serre Meubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag zijn we hier met Ali Boussabon, met Dennis Kalenburg en met Harry van der Laan. Even gelijk met de deur in huis vallen, Harry. Moet Feyenoord binnenkort op zoek naar een nieuwe trainer? Dat lijkt me wel, ja. Jij en mij, joh. Ja, en alles zie je dat ze al wekenlang vol in gesprek zijn met Tottenham. Het is trouwens... Wie zijn ze? Nou, de trainer en zijn zaakwaarneemster. Hè? Dat is een vrouw, begrijp ik. Maar ook Kökçü. Ik denk dat het een duo-pakket gaat worden. Het was bijna een trio-pakket, maar de algemeen directeur die dacht er even anders over. Maar nee, joh, die zijn al weken volop in bespreking. En dat is een kwestie van afkopen, ja, de handel. Maar we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, hoor. Maar schiet je al gelijk een naam dan te binnen? Nu we toch zo lekker speculatief mijn bezig zijn. Mijn eerste keuze zou altijd zijn Peter Bosz, maar... Die ligt niet helemaal goed bij bepaalde mensen binnen de club. Wat ik trouwens heel raar vind. Maar nou ja, dus hij is technisch directeur geweest. Ja, nee, natuurlijk. Nee, en dan maak je geen vrienden altijd op die positie. Maar het is wel een gozer met dezelfde spelopvatting. Opjagen, snel bal veroveren. Een hele positieve spelopvatting waar ze nu in de Kuip aan gewend zijn. En ook graag willen houden. Dus voor mij is Peter Bosz een hele serieuze optie. Tweede keus. Lijkt mij ook. Nee, hij is eerste keus voor mij. Tweede keus. Ja, nee, het was tweede keus. Ik denk niet dat je tweede keus. Ik denk dat als je zou moeten gaan kijken naar iemand die een beetje in de lijn ligt van Arne Slot, van de manier van spelen, dan kom je volgens mij heel snel uit bij Pascal Jansen. Laat AZ gewoon heel goed spelen. Daar zie je, het is een beetje hetzelfde type, hetzelfde speelstijl. Volgens mij, jongens, ik heb dit zelf aangewakkerd, maar zullen we dit gewoon nog even niet doen? Want het is allemaal nog lang niet aan de orde. Ik wil het zo meteen uitgebreid hebben over Feyenoord. Maar is natuurlijk Excelsior. Mede dankzij Feyenoord is het weer gelukt dat we volgend seizoen 3 Rotterdamse Eredivisieclubs hebben. Excelsior is 1 wedstrijd voor het einde, Ali, gehandhaafd in de Eredivisie. Ze voelden het als een kampioenschap. Kan je je dat voorstellen? Ja, en terecht. Als je kijkt naar de begroting van Excelsior, waar ze het elke mee moeten doen. En waar we in het verleden, laten we zeggen, Excelsior prijzen dat ze goed inkopen hebben gedaan. Hè? Was dit seizoen dus niet het geval. Nee. En dan nog handhaven. Ja, dat is heel knap. Maar we kunnen gewoon spreken van een topjaar voor Rotterdam op voetbalgebied. Maar dit heeft ook wel te maken. Hè. Ik vind het een uitstekende prestatie. Hoor. Dijkhuis heeft het uiterste uit die groep gehaald. Ik merk aan je dat je dat gaat nuanceren. Er gaat een maar komen. Ja, want voel hem. Je hebt natuurlijk een beetje mazzel dat er hele zwakke ploegen in de Eredivisie dit jaar waren. Hè. Cambuur, Groningen, maar ook Emmen is ook een zwalkend ploegje geweest. Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Hè. Kijk, daar kan Excelsior niks doen. Dat er nog een paar zwakke ploegen zijn. Ja, inderdaad, maar je moet het zelf wel doen. Ja, nee, weet ik wel. Maar je zit maar net boven die streep. En dat hebben ze wel zelf afgedwongen. Tuurlijk, maar ze hadden natuurlijk een hele aardige start. Die punten die ze in de eerste 7-8 wedstrijden haalden, ja, die zijn goud waard gebleken, hè, achteraf. Maar Groningen-Cambuur is echt verschrikkelijk. Dat zei Marinus ook. Hè? Die zei toen ze die wedstrijden die punten pakte, zei hij ook, ja, het kan een moment zijn dat we geen punten gaan pakken. Dit is uiterst belangrijk voor ons om die punten te pakken. En uiteindelijk is het zo gebleken. Je kunt ook zeggen, als je maar 30 keer scoort dit seizoen tot nu toe, en dat is wat Excelsior heeft gedaan, is het des te knapper dat ze zich gehandhaafd hebben. Nee, tuurlijk. Nee, maar ik zeg, ja, maar dan verval ik in herhaling. Oh, dan ga ik naar Dennis. Als jij de slechte ploegen gewoon natuurlijk. En die nummer 17, 18, die zijn gewoon... Ja, dat gaat helemaal nergens over. Die 1-0 van Pieri gisteren, jij was erbij, Dennis op Woudestein. Voelde die als een bevrijding in het stadion? Ja, absoluut. Want toen die goal viel en je zag Pieri, ik denk dat hij nu nog rondjes om het stadion aan de rennen is. Want die ging zo uit zijn dak bij dat doelpunt. Ja, hij zei ook, er komt een droom voor me uit. Dat vond ik mooi, maar tegelijkertijd ook wel grote woorden. Ik denk meer dat hij fit is, dat hij gewoon weer voetballer Precies kan dat. Zijn. Ja, hij heeft natuurlijk best wel een zware periode ook gehad. Ja. En als dan die goal valt, hè, die belangrijke goal. Want Excelsior was wel aan het drukken, zeker in die tweede helft, op zoek naar die goal. Ja, als die dan uiteindelijk valt door hem, dan is dat wel zeker voor hem extra mooi. Ja, want hij is dit seizoen veel geblesseerd geweest, maar daarvoor inderdaad 2 kruisbandblessures. Ja. Ga er maar aan staan. Was hij, of is hij uiteindelijk wel de kwaliteitsimpuls gebleken die Excelsior nodig had? Achterin dus. Ja, kijk, we weten dat hij dat een heel groot talent was. Hè? 17 jaar speelde hij in de eerste van Heerenveen. Dus het is iemand met kwaliteit. Maar ja, nogmaals, als je geblesseerd bent, dan kun je de kwaliteit niet tentoonstellen. Nu hij fit is... heeft hij wel zijn kwaliteit getoond.
bij Excelsior. En dat hij ook van waarde kan zijn voor de ploeg. En wat ik zeg, zijn blijdschap komt echt voort aan natuurlijk het prestatie dat ze hebben gehandhaafd. En ook dat hij daar belangrijk in is geweest. Aandeel in heeft. Ja, maar het moeilijkste was natuurlijk de kwaliteitsinjectie. Had je eigenlijk voorin nodig. Hè? Als je echt het elftal verdoorlichtte. Ja, te weinig goals. En je had een nummer 10, vind ik, nodig die goals kon maken. En je had zeker ook... die Azarkan die had nogal eens wat. Hè? Dat was jammer. Dat is de motor van je elftal. Dat zag je gisteren ook weer. Dat is, die staat toch bijna altijd aan de basis als er wat gebeurt. Gisteren ook bij de 1-0. Ja, ja natuurlijk. Nee, maar dat is een gozer die ook zo'n achterhoede van de tegenstander constant in paniek kan brengen. Ja. Dus, maar dat is heel moeilijk om op dat niveau met geen budget om je aanval te versterken. Dat wordt het grootste probleem, ook voor het nieuwe seizoen voor Excelsior. En dat was afgelopen seizoen denk ik ook het probleem dat ze per ongeluk op het laatste moment nog promoveerde via de na-competitie, dat niemand dat aan had zien komen. Ja. En dat je dan ineens nog allemaal spelers moet gaan halen ze dan al vast liggen. Met weinig budget is het sowieso moeilijk om echt goals te kopen. Hè? Want dat heb je eigenlijk tekort. Je zegt 30 doelpunten gemaakt, dat is natuurlijk, dat doe je normaal in 10 wedstrijden, bij wijze van spreken, als je het afgelopen weekend zag. Het is eigenlijk meer van uiteindelijk sta je waar je staat. Hè? Dat heb je uiteindelijk afgedwongen. En als jij 30 goals maakt, maar in die 30 goals zitten de 2-1 wedstrijden die je wint, of de 1-0 die je wint. Ja, dat zijn is het punten. Prima, hè? Ja, dus als jij daarna 6-0 verliest, is lekker belangrijk. Die 3 punten heb je behaald. Ja, goed. Dus was iedereen dronken van geluk gisteren op Woudestein. En werd er ook gedanst en gefeest in de kleedkamer. Ik denk wel, als ik zoals Dijkhuizen zou dansen, dan word ik opgepakt. Ja, je hebt vroeger op dansen gezeten, 100%. Nee, dat heb ik. Heb jij dansles gehad vroeger? Nee, nee. Ik ook niet. Iemand hier aan tafel ooit dansen? Ja, heb jij? Ja, tuurlijk. Zeker. Steldansen. Steldansen, ja? Maar. Dat zie je ook wel. En die soepele. Ja, doe eens voor. Ja, straks. Oh, oké. Okay. Nee, doe me niet. Ik vind het altijd wel een beetje pijnlijk. Ik zag dan Mike Verduinen, die staat dan vooraan te dansen. Maar als je het hele jaar geen goal hebt gemaakt, dan vind ik dat altijd een beetje... Ja, ik ben wel onderdeel van het team. Ja. Kijk, die jongen heeft geen succesvol jaar gehad of wat. Nou, een tikkeltje. Een dramatisch jaar gehad. Nee, maar dan neem je iets bescheidener houding, lijkt mij. Nee, waarom ondanks niet? Nee, ben ik totaal niet met je eens. Nou? Nee, echt niet. Je bent een team. Ja, hoe kan het nou? Het kan toch niet zo zijn dat iemand die dus wel een grote aandeel heeft gehad, dat die vooraan moet gaan staan en de rest dan moet... Dat kan niet. Je bent een team. Je doet het samen, je verliest samen, je wint samen. Je hebt sterkhouders, je hebt jongens met een goed jaar, je hebt jongens met een minder goed jaar. Sterkhouder mag hier niet gebruikt worden aan tafel, dat hebben we vorig jaar afgesproken. Nou, dat heb jij bepaald. Je kan toch een wat bescheidenere houding aannemen. Je gaat toch niet vooraan in de Polonaise als je 0 goals hebt gemaakt? Dan opluchten we hem ook grote Ja, dat kan toch niet? Zit je niet op te winden? Ik weet me niet op, maar dat is een... Ja, maar ik zit daar juist... Jij vindt dus dat hij moet... Azarkan moet vooraan lopen. Oké, dus zal het Kobi mag vooraan lopen. Van Gassel, die moet natuurlijk... Die moet met de vlag. Die mag met de vlag. En de rest moet erachter. Nee, ik ben niet met je eens, Harry, sorry. Hij kan toch ook blij zijn misschien, want zijn broer heeft best wel ook veel kritiek gehad als technische los man bij Excelsior. Los van dat, denk even logisch na. Ja? Ze zijn feest aan het vieren. Ja. Dus wij moeten verwachten van Duinen dat hij moet denken, wacht even, ik heb 0 goals gemaakt, laat mij achterin gaan staan ergens. Ik vul hem wel. In plaats van vul hem wel. je gaat niet vooraan. Nee, Harry, sorry, misschien was hij wel hartstikke belangrijk in de kleedkamer. Ja, die term heb ik ook wel even vaker gehoord. Ik ken hem persoonlijk, het is een fantastische gozer. Ja, hartstikke aardig. En dat hij een dramatische jaar heeft gehad, 100.000%. Zal hij als eerste zelf herkennen, denk ik. Die veldbestorming na afloop, was die helemaal gepland? Nee, maar dat was wel mooi dat je echt mensen zat tegen af te tellen naar het laatste fluitsignaal. Die kwamen allemaal het veld op en daarna hadden ze bij Excelsior zoiets van ja, we moeten nog even wat persoonlijke prijzen uit gaan reiken. Dus er werd opgeroepen, willen jullie allemaal het veld weer gaan verlaten? En iedereen keek ook, ja tuurlijk doen we. Dus iedereen ging keurig weer het veld op. Excelsior, dat was, vond ik dan ook weer mooi. Het is best wel veel gedoe over supporters geweest dit seizoen. Zo. Ja, mag ook wel eens gezegd worden dat als er een oproepje wordt gedaan, willen jullie even van het veld af, want dan kunnen we die prijs uit gaan reiken. Dat
begrepen ook, het veld was gisteren opnieuw niet gesproeid. Wel gesproeid. Ja, ja. Oh, maar heel weinig, want ze de tank was te klein. Ze hebben blijkbaar een kleine tank, waardoor ze niet constant kunnen sproeien. Of een paar keer kunnen sproeien voor de wedstrijd. Ja, daar is achter de opmerking dat als, met warm weer heeft het bijna geen effect. Want dan is binnen een kwartier is dat al verdampt. Maar de mensen achter het doel die moesten wel op een gegeven moment even een stukje naar achteren. Want die straal die kwam wel erg kant op. Is dat je een te kleine tank hebt om een paar keer... Briljant verhaal, toch? Betaalde voetbal. Ja, we hebben een te kleine tank. Nou, ik heb een goede oplossing. Weg met het kunstgas. Zet lekker natuurgas in. Dan kan je één keer sproeien, dat blijft er langer liggen. Dat is aanstaande. Ja. Even twee korte voetbalzaken tot wat betreft Excelsior. Jij zei net van een goede nummer 10, daar zou behoefte aan zijn. Maar een scorende team. Oké, want Goudmijn was niet gewoon de beste man op het veld gisteren. Dat kan een keer in zo'n wedstrijd tegen een klein ploegje als Fortuna die al... een beetje uitgevoetbald was, dan zegt mij dat niet zoveel. Het gaat mij om het over het hele seizoen genomen. Heb je te weinig scorend vermogen, zowel op het middenveld en zeker voorin. En topscorer is geloof ik een nou wel even goed bezig geweest de laatste week. Maakt ook nu weer een goede goal. Dus daar heb ik wel vertrouwen in die jongen. Snelheid, goede actie. En ik geloof dat die in de toekomst wel meer zal gaan scoren. Ik denk dat de potentie erin zit, dat hij meer goals kan gaan maken. Ja, zeker. Want dat vind ik namelijk. Maar dat is, en dan, ik weet niet wat er met Arsa kan gaan gebeuren. Nou ja, die heeft gesprekken, Ali, met Twente. En met Utrecht biechtte die twee weken geleden op Azarkan. Wat zou jij voor hem een goede club vinden, voor Marouane Azarkan? Ja, want Feyenoord gaat het blijkbaar niet worden. Het is iemand die graag vanaf de rechterkant speelt. Als je naar Twente gaat kijken, dan hebben ze Chani. Chani heeft echt een geweldig seizoen gedraaid. Echt een geweldige speler. Hij heeft natuurlijk ook veel pech gehad met blessures. Nu is hij fit en zie je wat voor waarde hij heeft. Want dan moet hij met hem gaan concurreren. Ik zou dat niet doen. Nee. Utrecht is wel een club. Laten we zeggen, daar hebben ze die Amerikaanse jongen. Daar zou hij wel de concurrentiestraat mee aan kunnen gaan. Maar het is voor hem wel belangrijk dat hij de volgende stap maakt. Je ziet gewoon dat Excelsior gewoon eigenlijk net onder zijn niveau is. Ja. Met alle respect. Hij is een van de weinige spelers in de Eredivisie. Die als hij een actie maakt, dat hij bewust een bal ergens geeft. En niet zomaar blind voorgeeft. Hij kijkt altijd van waar loopt de man. En die ballen komen bijna ook altijd aan. Dat zag je gisteren ook. Ja. En toch bekleidt bij mij nog af en toe wel het gevoel, als het gaat om Azarkan, ik zou het toch wel eens in half jaar of een jaar willen zien in de Kuip. Of die aanklampt en of je hem als pinch hitter... Ik heb het dus gezegd, ik heb bijvoorbeeld naar Feyenoord dit seizoen... Het gaat niet gebeuren, dus dit is ook weer puur speculatief. Ik heb naar Feyenoord zitten kijken dit seizoen en dan zie ik met alle respect Ali Reza die geen actie in huis heeft. Nee. Het is altijd binnen doorpasseren en in de breedte eigenlijk. Hij is dus wel iemand, als je laten we zeggen een ploeg hebt die heel erg gaat inzakken, dat er geen ruimte is, hij kan als geen ander, misschien een van de beste... In de Eredivisie, in de kleine ruimte. Ja, heel creatief. Maar ik heb ook nooit iemand van Feyenoord over gehoord. Hè? Over de reden waarom wel of niet. Ik heb dat... Hij gaf zelf ook aan toen in dat interview. Ik heb zelf ook niet zoveel van Feyenoord gehoord. Nee, maar die vraag wordt dus ook door de journalistiek niet gesteld. Dat moet goed bij kunnen hebben. Anders krijg je er natuurlijk een antwoord over. Al met al, een bewogen jaar natuurlijk bij Excelsior. Maar ze zijn gehandhaafd. Marinus Dijkhuizen, de trainer daarover. Nou ja, we hebben natuurlijk onverwachts gepromoveerd. Dus een wisseling van TD op het laatste moment. Daarna nog, zeg maar. Dus je had alle moeite om spelers binnen te halen. Ik had vorig jaar jongens die wat eager waren, vond ik. Nu het jongens toch meer die wat al wat bereikt hadden, zeg maar. Dus dat vergt toch een andere coaching, meer manager. Dus en elke week heb je bijna een nieuw plan nodig. Dus je weet, sommige mensen ben je gewoon kansloos. Dus je verliest veel meer. Dus dat is veel moeilijker om dan de motivatie te houden. Maar het was super leerzaam, ook tactisch en technisch gezien, maar ook mentaal gezien met die boys. Dus al met al was dat voor mij een heel pittig jaar. Maar uiteindelijk wel mijn mooiste prestatie. Door mijn staf, vind ik. Ik heb een geweldige staf, maar ook door de groep. Dus, voor mij was het wel een heel bijzonder jaar. Ja, een bijzonder jaar. Vind je terecht dat hij dat zijn mooiste prestatie als trainer tot nu toe vindt? Excelsior in de Eredivisie houden? Dat denk ik wel, ja. Want waar we het er net over hebben, als je puur kijkt naar het materiaal wat hij heeft. Ja. We hebben gewoon letterlijk... Wat heeft de topscorer bij Excelsior voor goals? Weet iemand dat? Vier. Vier. De topscorer heeft 4 goals. Ja. In totaal maar 30, dat is natuurlijk inderdaad niks. Nee. Dus nee, maar ik denk dat hij voor zijn gevoel heel diep heeft moeten gaan als coach. Ja, hij moest al zijn facetten moest hij presteren om de boel op de rails te houden. En dat kan zwaar zijn voor een coach. Normaal gesproken bepaalde dingen waar je aan kan vasthouden, waar je op terug kan vallen. Dat was nu miniem. Dus echt met beperkte middelen. Ik denk dat hij nog nooit zo weinig middelen heeft gehad om in de Eredivisie te blijven. Met een ploeg. En uiteindelijk toch vooral veel dank verschuldigd aan de keeper en ook aanvoerder Stijn van Gassel. Ja, er zijn geweldig. In de hele historie van het voetbal maar 2 keepers die meer reddingen ooit in het seizoen hebben gemaakt. Ja, geweldig.
Ja, ga je me nou weer belachelijk zitten maken? Dat zijn statistieken waar ik vorige keer ook al wat over zei. Dat kan helemaal niet beoordeeld worden. Want zit zo'n bal in de hoek of zit hij in het midden van de goal? En dat is natuurlijk... Hij heeft een fantastisch jaar. Maar omdat je bij Excelsior speelt, wordt er heel veel afgewerkt op jou. En dan komen, ik denk 80% zijn vangballen. En die noemen we dan reddingen, want daar komt het op neer. En die, maar hij heeft ook laten zien dat hij geweldige reddingen en wedstrijden heeft gewonnen en punten heeft gepakt voor Excelsior. Dat is duidelijk. Precies. Dus daar is geen discussie en dus over. Dus kwam er een soort van emotie bij hem los gisteren. Ja, ik vond het wel mooi, want je ziet dan al die mensen het veld opkomen, waar we het net over hadden. En dus dan hou je een beetje in de gaten wat er gaat gebeuren. Ik wist dat hij na de wedstrijd uitgeroepen zou worden tot de speler van het jaar van Excelsior. Verkozen door de supporters van Excelsior. Mm-hmm. 78% van de stemmen. Dat zegt ook wel iets. Ja. En dan zien we op een gegeven moment in die menigte van honderden mensen zie je hem lopen en er staat één iemand naast Van Gassel en die maakt dan een selfie. En op dat moment zie ik hem ook de tranen uit zijn ogen wrijven. Dat bleek dus zijn vrienden te zijn. Nou, laten we eens luisteren naar het verhaal van Van Gassel. Ja, we zijn heel dicht naar elkaar toegetrokken en ik vind het wel heel bijzonder dat ze er staat. En, ja, dat raakt me nog steeds wel, moet ik zeggen. En ik ben gewoon heel, heel blij voor haar en natuurlijk uiteindelijk voor mij. Dus vind ik heel bijzonder. Ja. Het is ook mooi om te zien dat het je persoonlijk zoveel doet. Ja, zeker. Ik weet ook hoe moeilijk het voor haar is geweest, hoe moeilijk het voor mij is geweest. We hebben een hele sterke band. Het is gewoon mijn beste vriendin eigenlijk en we zijn gewoon beste maatjes. En ja, ik vind het gewoon heel bijzonder dat ze dan het veld op komt om mij op positief toe te spreken, ja. Lief hè, Harry? Ja, nee, ik begrijp die... Wat er zo bijzonder aan is, dat je... Ja, ze zijn samen gaan wonen, naar de grote stad verhuisd en dat ze dat steunt. Dat kan toch wel even uitkomen? Nee, prima. Nee, ben je kil, man. Ik heb een geweldig seizoen. Iedereen blij en lachen. Maar dat vind ik niet om te huilen, eerlijk gezegd. De zaag ook hij heeft zichzelf op de kaart gezet en ik denk dat hij een hele mooie carrière... Ja, precies. Ja, nee, die emotie... Dat is hier jou besteed. Dat is duidelijk. Daar ben ik. Hij heeft lang in het zijdbank gezeten, jou niet. Ali werd trouwens voor de tweede keer dit seizoen gejuicht voor Feyenoord op Woudenstein. Ja. Op zichzelf ook bijzonder natuurlijk. Gebeurde bij de klassieken, nu gebeurde het gisteren weer. Na een week vol festiviteiten, Ibiza dat longt. Ja. Weer op achterstand komen in een wedstrijd. En weer winnen. En dan gewoon weer winnen. Ja. Ja, dit is het Feyenoord van dit seizoen. Waar we zien bij PSV en bij Ajax. Dat ze eigenlijk nergens op terug kunnen vallen op het moment dat het niet goed gaat. Bij Feyenoord... vallen ze altijd ergens op terug. Ze hebben een bepaalde basis, een bepaalde structuur in het team. Waardoor, al hebben ze mindere wedstrijden, weet ze nog goals te maken. Ze hebben een plan A, ze hebben een plan B, ze hebben een plan C. En was plan B nodig omdat Emme echt wel in de omschakeling echt wel mogelijkheden kreeg? Was dat nieuwe plan nodig? Ja, maar dat weten wij van Feyenoord. Van de manier van spelen ga je ook ruimte weggeven. Dus als het niet klopt of iemand doet niet mee, dan ben je heel kwetsbaar. Nou, wat duidelijk werd is dat Wiever natuurlijk nooit centraal achterin kan spelen. Hè? Nee, dit is dan nog maar tegen Emme was dit. Hè? Moet je voorstellen als je dat tegen Lazio of zoiets doet, dat kan helemaal niet. Nee, maar dat kan ook niet. Want toen Geertruida er weer stond, was het gelijk weer een vesting. Ik vroeg me af waarom Rasmussen daar niet... zijn wedstrijdje mee mocht pikken. Maar nou ja, het was in ieder geval duidelijk van Wiever uitstekend als centrale middenvelder, prima. Ja. Maar hij kan niet in die achterste lijn lopen, daar mist hij net even de explosiviteit voor. Hè? Want de 1-0 liet hij zich al in zijn rug pakken, maar dat had ook nog een tweede keer gebeurd. Dus die scheidsrechter niet afgefloten had. Maar je hebt Casemiro op de bank, dus je had gewoon Casemiro op rechts kunnen zetten en dan had je het ook opgelost. Dus maar hij wilde het volgens mij, hij denkt tegen Emmen moet dit kunnen. Ik wil het eens even zien hoe dat dan gaat waarschijnlijk. En dan kon hij Geertruida op rechts zetten. Je weet wel, dan hoefde hij niet, hij wilde denk ook graag Timber laten spelen in deze wedstrijd. Ja, daar leek het zeker op. Dus dat zal allemaal gespeeld hebben, maar Wiever kan daar niet op topniveau zijn. Nee, zeker niet. Dat zijn kwaliteit ook helemaal niet. En wat ik zeg, Feyenoord komt achter, maar ze raken niet in paniek. Nou ja, ze hebben nu van de 83 punten er 27 gepakt na een achterstand. Het vertelde eigenlijk zo'n beetje het hele verhaal van dit Feyenoord. Hè? Ik zat gisteren ook naar PSV te kijken. En die komen op voorsprong. De voorsprong komt er 1-1. Dan zie je dat het helemaal wegvalt. Ja. Dan zie je dat ze gewoon bij Vlaag helemaal weggespot worden door Heerenveen in het eigen stadion. En dat is het grote verschil met dit seizoen met Feyenoord. Het is wel een zootje bij de PSV. Hè? Maar goed, die kunnen nog wel tweede worden. Of het wordt Ajax, dat weten we volgende week. Danilo Harry, die maakt er twee. Die beslist de wedstrijd in korte tijd. En hoe heet hij? Jouwen Bakker, ook prima. Goeie assist. Ja, die gaf ook eigenlijk, want ik wil even toch naar de topscorer eigenlijk. Jiménez, die moet er natuurlijk twee maken in zo'n wedstrijd. Ja, maar die blijft nu 15 staan. Ja, dan gaat hij niet meer redden. Slot had al gezegd, je kan op vakantie wat mij betreft, want hij heeft de een of andere cup in Zuid-Amerika. Gold Cup.
de Gold Cup. En dat kan hij ook beter maar doen. Want die laatste wedstrijd tegen Vitesse moet hij dan nog spelen. Maar hij kan het nu niet meer worden. Dan had hij tegen Emmen twee goals moeten hebben. Nou, en hij kreeg de kans. Hè? Want Jarenbak gaf hem met links een lage bal voor. Ja. Nou, die moet hij eigenlijk naar binnen schuiven. Nou, die bleef uit. Want als hij die had gemaakt, had hij er denk ik nog wel één gemaakt. Ja. Want dan heb je iets meer tijd om nog door te pakken. Ze waren ook wel op zoek naar hem. Hè? Ze wilden tuurlijk, hem echt nee. Maar hij had een paar momenten. Hij nam een keer een bal verkeerd aan. Weet je, ongelukken. Het kan ook wel eens dat je te veel zoekt naar de goal. En dat het dan juist tegen je gaat werken. Maar die Danilo, kan net zo goed een hat-trick ook maken. Heeft in iedere wedstrijd dit seizoen gespeeld bij Feyenoord. Ja. Is het een ideale pinch-hitter? Ja. Of is het meer dan dat? Ja, hij krijgt meer kansen, omdat hij erin komt. En de meeste aandacht is gevestigd op Giménez. En als hij dan erin komt als tweede spits, dan komt hij meestal is hij de loper. En dan komt hij meestal voor die tweede bal. En meestal is een defensie al redelijk naar de Filistijnen gevoetbald. En dan komt hij in de ruimte die ontstaat wanneer Giménez bijvoorbeeld naar de eerste paal gaat. Maar ik denk dat hij niet dat hij het naar zijn zin heeft op dit moment, Danilo. Je weet wel, dat kan haast niet. Hij was de eerste spits, je wordt eruit gespeeld door een ander. Ja. En dan krijg je die bijrol. En natuurlijk, als hij invalt, doet hij zijn best. En hij maakt nog een paar aardige goals zo links en rechts. Maar ik denk dat hij zichzelf een eerste spits vindt. En dat gaat... Daar ben ik benieuwd naar van hoe ziet hij zijn rol? Kijk, zolang er gewonnen wordt, dan gaat het allemaal prima. Maar ik bedoel meer van als jij een concurrent hebt in de voetballerij en je weet, mijn concurrent is gewoon, die doet het goed en die is gewoon beter. Dan kun je daar zoiets hebben van, ik ben toch kampioen geworden, ik heb bijna 10 goals gemaakt en ik pak mijn minuten. Ik kan daar vrede mee hebben totdat ik weer mijn kans krijg. Ja. Of je kan zeggen dat je niet die spiegel voor kan zetten en dat je kan zeggen van, ik ben beter. He, ondanks dat het niet zo is. Maar hij gaat het niet erg vinden als Giménez verkocht wordt. Nee, dat begrijp ik. Dat is logisch. Maar dan gaat Feyenoord alsnog een spits halen. Maar je ziet het ook in de populariteit bij Giménez. Als die ergens komt, de eerste naam die gezongen wordt. En Danilo, die verhouding is natuurlijk ook heel anders. Is een razend populair. Maar technisch twee goede goals die hij maakt. Zowel met het hoofd als met de voet. En nu gaan ze op vakantie, hè, Dennis. We gaan even een paar dagen naar Ibiza. Een paar dagjes Ibiza, lekker. Gewoon midden in het seizoen. Prima. Gaat Slot eigenlijk mee? Nee. Je gaat niet mee? Nee. Het is echt iets van de selectie. Slot is geen feestbeest. Nee. Denk ik eigenlijk wel. Nee? Ja? Jij kent hem beter. Is het niet. Ik denk dat hij meer op de achtergrond... Maar hij is geen facebase. Toen we bij NAC samen voetbalden en was hij niet degene die voorop liep op wat. Nee, oké. Nee, totaal niet. Maar goed, dat brengt ons natuurlijk naar de kwestie rondom Feyenoord, de kwestie rondom de trainer. De Kloeze, de algemeen directeur, heeft gisteren gezegd, wat er ook gebeurt, ik wil het eigenlijk wel snel weten. Logisch, toch? Ja, maar is het ook wel zo logisch om dat te kunnen verwachten? Ik denk dat het heel logisch is, want als je de berichtgeving allemaal volgt, ik zag net nog een artikel van The Athletic, onderdeel van de New York Times. Daarin werd geschreven inderdaad dat Tottenham zich op zeer korte termijn formeel gaat melden bij de Kloeze om Slot dus over te nemen. En je merkt aan alles ook, weet je wel, alle berichtgeving dat er inderdaad op korte termijn gesproken gaat worden. Het AD had vanmorgen het bericht dat zijn zaakwaarnemster komende woensdag een gesprek gaat voeren met Feyenoord. Ja, dat doet ze niet om alleen maar over die contractonderhandeling met Feyenoord in gesprek te gaan. Wat zij misschien wel kunnen bieden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de interesse van Tottenham. Ja, en die interesse die wordt steeds concreter. Hij staat daar op pole position. Ja. Ja, ik denk dat zelfs sterker. Ik denk dat zij al helemaal uit onderhandeld zijn. Ja. Dat is een kwestie. Je bedoelt de club en ik denk een Slot en zaakwaarnemers helemaal klaar zijn met hoe het moet gaan worden. Daar hoort Kökçü volgens mij ook bij in dat pakket. Ja, meestal is het zonder... Maar hou je dat vandaan, die informatie? Hoe zeg jouw gevoel dit? Nee, wat heb ik links en rechts wel een beetje gelezen. Ja. Ik volg het, ik denk het dat nieuws. Het eerste wat je probeert is, laten we zeggen, dat je persoonlijk akkoord bereikt over de contract en alles, salaris. Maar dan moeten ze zich wel eerst bij Feyenoord melden. En dat hebben ze nog niet gedaan. Ja, maar dat gebeurt bijna nooit. Maar hij heeft wel een 2-jarig contract halen. Ja. Ja, maar ik denk dat hij niet bij zit met die zaakwaarnemster. Ja. Hij bespreekt het met zijn zaakwaarnemster. Ja, en de zaakwaarnemster doet verder, zodat hij geen vuile handen heeft. Precies. Maar het gaat er meer om dat met Kökçü, want... Dat is een soort 2-eenheid geworden. Hè? Het had zelfs een 3-eenheid kunnen worden. Want de Kloeze heeft gisteren bij ESPN ook aangegeven dat hij ook een soort van aanbieding heeft gehad van Tottenham Hotspur. Om daar technisch directeur te worden. Hij is nu trouwens algemeen directeur. Ja, dat wilde hij wel graag vertellen ook. Nou, ik vond dat moment vond ik ook wel bijzonder. Want je weet, hij zit om 10 uur aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. Ja. En een uurtje daarvoor komt het bericht, de Kloeze zegt nee tegen Tottenham. Het kan ook een beetje een duwtje zijn zo van, hey Arne, ik geef wel gewoon duidelijk aan wat ik ga doen. Ik voel me niet prettig bij, en die interesse zal ongetwijfeld geweest zijn, want anders wordt dat weer tegengesproken vanuit Engeland. Dat hij dan zegt, ik ben hier nu net 1,5 jaar, ik ben bezig met een mooi project, ik ben hier goed geland, met dank aan Feyenoord. Ik zeg nee, ik heb hier nog veel werk te doen, ik blijf bij Feyenoord. Ja. Punt.
kan ook een beetje een signaal zijn, denk ik, naar Arne Slot van, hey, kijk eens, ik heb ook interesse, ik zeg gewoon nee. En ja. Ali, verrast het je dat in dit geval om te kloezen, de Premier League bedankt? Ja, verrassend in de zin van, die kansen komen niet vaak voorbij. Maar aan de andere kant, als je op je plek zit, zit je op je plek. En dan, blijkbaar heeft hij het heel erg, en als het zin bij Feyenoord, en is hij heel erg, laten we zeggen, blij om dat project aan te gaan waar ze nu mee bezig zijn. Om dat af te maken vooral. Dat was zijn familie ook, hè? Want zijn familie hou je, heeft een Mexicaanse vrouw, kinderen die weer hier die in het huis zijn. Die waren er gisteren ook bij je. Ja, dat speelt natuurlijk ook gewoon mee. Dat is een gevoel wat je hebt. En wat betreft Arne, het is heel simpel. Hij is trainer van Feyenoord, heeft 2 jaar contract. Hij zit op zijn plek, hij heeft het naast zijn zin. Het is heel simpel. Mocht het concreet zijn, er moet er gesproken worden. A, moet tot en met Feyenoord praten, dat is nummer 1. Wij weten natuurlijk niet wat Arne met Feyenoord heeft afgesproken. Mocht er een Premier League club komen of een Premier Division of wat dan ook. Napoli komt ook weer vrij, weten we daar vandaag. De clausule is pas volgend jaar. Zullen we even Arne Slot zelf laten vertellen? Even gewoon een korte stand van zaken. Weliswaar natuurlijk gisteren in Emmen, maar dan weten we even nog hoe het in zijn hoofd op dit moment en hoe de feiten gewoon op dit moment ervoor staan. Ik heb volgens mij vandaag al links en rechts in andere bewoordingen me wat uitgelaten. Maar Dennis heeft volgens mij ook gezegd dat er nog geen club is geweest die zich concreet gemeld heeft. En dan heb je dus dan een 2 jaar doorlopend contract. Ik heb in het verleden al gezegd dat er altijd clubs kunnen zijn waar je zelf wel naar luistert. Maar ik kan hier nu nog wel een keer duidelijk maken dat mocht er een club komen, wat dus nu nog niet bij Feyenoord het geval is, dat het voor alle partijen goed moet zijn, dus ook voor Feyenoord. Dat absoluut de insteek dan op dat moment is. Maar ik heb het geweldig naar mijn zin met een geweldige spelersgroep en een geweldige staf. Dus wat dat aangaat is er op dit moment niet heel veel anders dan dat te vertellen. Nou zeg je wel, er is geen club die zich bij Feyenoord heeft gemeld. Dat impliceert dan wel weer dat er wel bij jou gemeld is. Nee, maar kijk, zoals spelers in de belangstelling staan na een seizoen als dit en de technisch directeur heb ik ook gehoord dat hij gedurende het seizoen door, die in ieder geval zelf zei, tot hem benaderd was. Dat wist ik nog niet overigens, dus voor mij was dat ook een verrassing. Heeft Leeds zich gedurende het seizoen ook een keer van mij gebeld, keurig netjes gemeld en alle focus gehad op het winnen van de titel. Maar ik zou natuurlijk liegen als ik nu zou zeggen dat er in de afgelopen maanden nooit eens een club zich bij mijn zaakwaarnemster gemeld zou hebben. Dus dat zal niet alleen voor mij zo zijn, het zal voor heel veel spelers ook zo zijn. Alleen, ik heb de pech dat ik elke keer voor die microfoon moet zitten, dat je het mij elke keer kan vragen. Toch is het voor hem denk ik het ideale moment ook nu. Hè? Je hebt het bij Feyenoord fantastisch gedaan, kampioen geworden. Je gaat de Champions League in bij Tottenham. Daar loopt het niet. Ga je niet Europa in, dus kan het alleen maar beter. Hij gaat zich helemaal scheel verdienen. Je kan de verschillende scenario's opgooien. Het is maar net hoe je het bekijkt. Wat je zegt, aan de ene kant kan je zeggen, ja, met Feyenoord speel je Champions League. Aan de andere kant kan je zeggen, nou, bij Tottenham stap je erin. Als je dan een Champions League plek haalt, dan heb je het fantastisch gedaan. Dan leg je een helemaal stapje daar. En dan heb je het helemaal top gedaan. Dan heb je meerdere keuzes. Dus het is maar net hoe je het bekijkt, joh. Maar ik denk dat Kukçu daar ook in betrokken gaat worden en dat ook voor Kukçu heel gunstig kan zijn. Dat er een coach zit die hem op gaat stellen. Wat denk je dat hij gaat opleveren, Kukçu? Sowieso een transferrecord, want hij gaat meer opleveren dan het vorige transferrecord van Sinisterra. Dus wat was? Ja, dat was volgens mij 27 uit mijn hoofd. Maar gaan we richting de 40. 25, dat zijn wel de bedragen die je niet hoort. Ik ben niet verklaard. Nou ja, Slot zegt zelf ook, ik wil ook dat Feyenoord beter wordt als ik vertrek. Ja, dus daar moet ik ook gewoon een 2-jarig contract goed voor worden afgekocht. Ik vind het mooi, want na de Conference League finale zei ik hier van, nou, als Feyenoord gaat presteren, dat ook de Europa League gaat presteren, en dan moet je niet gek van opkijken dat een Kukçu rond de 40, 50 gaat kosten. Ja. Toen werd ik gek verklaard, omdat het natuurlijk om Feyenoord gaat. Nee, een beetje gek werd je verklaard. Inmiddels niet. Hij kan er nog wel uit zijn, of zijn zaak waarnemers uiteindelijk uitkomen met Tottenham. Als Feyenoord zegt, we willen ook 40 miljoen voor Slot hebben, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon het zeggen, dat doen we even niet. Het is natuurlijk ook een gunfactor van Feyenoord. Ja. Hij heeft fantastisch werk geleverd daar. Hij is kampioen geworden, vergeschopt in Europa. Ik kan ook zo zeggen van, oké, je hebt veel voor ons gedaan. En ook binnen de jeugdopleiding een manier van voetballen geïmplementeerd. Waar Feyenoord jaren mee vooruit kan. 100%. De filosofie waar je op de het raamwerk staat. Dat is gewoon bij de Feyenoord. Trainers zijn sowieso voorbijgangers natuurlijk. Nou, wie zou dan jij hebt al gezegd, Peter Bos. Ik heb Pascal Jansen horen zeggen, hoewel die wel recent zijn contract bij AZ heeft verlengd. Maar alles is te koop. Schijnt één van de namen op de shortlist bij Feyenoord. Ja, die heb jij nog niet gehoord. Ik bedoel, ja, lekker speculatief dit, ik weet het. Mijn keuze zal denk ik wel meerdere mensen misschien verbazen. We gaan je weer voor gek verklaren. Ben ik al gewend, Harry, ik ben in leven al. Dick Schreuder? Ja, als je puur kijkt naar de manier van voetballen. Dominant, aanvallend. Iemand met nog potentie die nog kan groeien, waarom niet?
Nu trainer van PEC. Ja. Fantastische voetballatie met PEC. En zijn broer? Zijn broer zou ook wel iemand zijn met een, dat is het. Ook oud Feyenoord natuurlijk. Hè. En, ja, maar ook oud Ajax. Ook, ja, maar hij heeft toch een ding meer met Feyenoord dan met Ajax. Jij noemde net ook nog een naam volgens mij voor de uitzending waarvan jij misschien zei. Dik advocaat. Nee, die zal nu toch wel een keer met pensioen gaan? Nee, dit is top. Liever Gaal gaat het niet doen, dat weet ik wel. Dat weet ik één ding die ik wel zeker weet. Die seizoenkaarthouders, dat zijn er weer veel, die weten dus nu nog niet dan echt wie de nieuwe trainer wordt. Een Maurice Steijn? Nou, die heeft nog steeds niet bijgetekend bij Sparta. Ja. Terwijl die bij ons hier in de podcast, ik denk nou 2 maanden geleden, heeft gezegd, nee, dat komt wel voor de bakker. Ja. Nog steeds geen krabbel gezet. Maar zou hij niet een opvolger kunnen zijn voor Arne? Is hij, heeft hij ons nog steeds niet overtuigd van zijn trainingskwaliteiten? Tuurlijk wel, als je zesde wordt met Sparta. Ik denk dat net zo'n knappe prestatie is als dat de Feyenoord kampioen wordt. Ja. Alleen maar als je gaat kijken dat Sparta vorig jaar nog net de degradatie heeft ontlopen. En dan nu zesde wordt. Nee, maar je zit ook een beetje te kijken. Je gaat natuurlijk Champions League spelen. Hè? Dus je wil ook wel graag een coach die dat meegemaakt heeft. Ja, want Arne heeft het ook nooit meegemaakt. Nee, nou ja, die heeft wel nou alweer Europees voetbal een aantal jaren achter. Ja, maar hij is ingestapt. Hij is nog niet weg, jongens. Nee. Hij is nog niet weg. Ja, misschien blijft hij wel. Ja, misschien wilde hij wel gewoon met Feyenoord de Champions League in. Over ervaring, die had Arne ook niet. Nee. Nou ja, met AZ wel aardig gedaan, hè? Dat coronajaar had hij misschien wel kampioen kunnen worden. Hoe zit het met die seizoenkaarten? Ja, nee, Feyenoord had in eerste instantie gezegd, we hebben 31.000 seizoenkaartplaatsen. Dus mensen konden verlengen, maar ja, dat liep zo storm. Er waren er al 32.000 aangevraagd, ze hebben het opgehoogd naar 33.000. Die afgelopen zaterdag gingen er nog wat seizoenkaarten in de verkoop. Er stonden 20.000 mensen in de wacht om een seizoenkaart nog te bemachtigen. Nou, heel veel mensen dat dus niet weten te verkrijgen. En het heeft ook te maken dat seizoenkaarthouders hebben straks in de Champions League tickets voorrang op het kopen van kaartjes. Dus al die mensen die denken van ja, als ik een seizoenkaart gewoon verleng, dan weet ik in ieder geval dat ik eerst erin zit eigenlijk weer bij die Champions League. Oké, ja. Nou. 33.000 seizoenkaarten. Ja, onvoorstelbaar. Het is ook mooi dat spandoek wat er vorige week zondag werd getoond. En eigenlijk getoond dat hele stadion doorging. Ja, dat hangt nu, daar heb ik ook beelden van, dat hangt nu rondom het oude Unilever gebouw aan de Maas. 1000 vierkante meter of zo. Hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Ja, maar dat hele gebouw is nu ook ingepakt. Dat is wel echt heel bijzonder. Rotterdam leeft, Harry. Of Feyenoord leeft. Het is niet alleen Feyenoord, Sparta, Excelsior ook. Sparta gisteren. Eén punt in de vorige drie wedstrijden. Weer even lekker 3 punten gepakt tegen wel al gedegradeerde Cambuur. Maar wel 4 prima doelpunten. En een beetje weer vertrouwen getankt en in vorm gekomen voor de play-offs. Ja, zeker. Nou ja, ik vind het jammer. Twente is wel in een heel erg goede vorm op dit moment. Hè. Je begint eerst Utrecht. Ja, tuurlijk. En dat is ook lastig zat hoor. Want dat is natuurlijk wel een beetje een vechtploeg is dat, vind ik. En zeker in die uitwedstrijd zal dat lastig worden. Maar dat is in ieder geval gelijkwaardig. Utrecht-Sparta, dat ontloopt elkaar niet veel. Maar ik vind Twente, die nu echt in topvorm weer keert. Dat lijkt me wel de sterkste ploeg in de na-competitie. Wel lekker dat je dan nu tegen Cambuur en Groningen nog speelt, die laatste twee. Nou, Groningen uit in een leeg stadion lijkt me wel verschrikkelijk. Beter. Dan had je al dat gedoe met die supporters. Het mooiste van Sparta, ook in deze play-offs. Utrecht, met het publiek, met de begroting, met de achterban, wat er daarvan verwacht wordt. Twente, idem dito, dat heeft Sparta niet. Sparta heeft al een geslaagd seizoen. Ja. Wat ze ook doen in de play-offs, het seizoen is geslaagd. Ja. En zij gaan er met een heel ander gevoel in. En de andere staat gewoon veel meer druk. Gisteren op het Kasteel, laatste competitiewedstrijd dus van dit seizoen. Maar goed, de play-offs volgen dus nog. Vond men van Sparta zelf ook wel uit een wat matige vertoning. Mika Pinto zei dat bijvoorbeeld. Ja, het tempo was gewoon laag. We waren niet scherp. Daarom, but we have a team that is really focused, even if we come. The wedstrijd is niet. We start losing the wedstrijd. We try to stay stable and yeah, we can see it after 10 minutes. We turn the game and we play it good out. So big compliment to the team. En dan kun je deze wedstrijd en de aankomende week lekker werken aan het zelfvertrouwen. Ik denk dat dat wel gelukt is richting die play-offs. Nee, zeker. Ik ben vooral blij dat ik nu een beetje ritme heb kunnen oppakken weer. Ik heb een vervelende blessure achter de rug en ik heb mijn best gedaan om me terug te knokken. Ja, ik probeer gewoon te staan als ik word opgesteld. En dat gaat de laatste tijd prima. Dus nu hebben we nog een wedstrijd voor de play-offs beginnen. Dus het gaat erom dat we ook met een goed gevoel richting de play-offs gaan. En dat willen we voor zorgen in de laatste wedstrijd tegen Groningen. Die Namli die maakte een goede goal. En vorige week tegen Volendam nog een wereldassist ook. Is er nog een kans dat hij blijft eigenlijk? Nee. Oh, nee. Okay. Heel kort, hij gaat niet blijven. Nee. En Pinto trouwens ook niet, want daar wordt nog wel eens wat moeilijk over gedaan. Die blijft ook sowieso niet. Daar is rond die wedstrijd tegen Feyenoord nog wel door Pinto, partij Pinto en door Sparta gesproken.
gaat in ieder geval niet door. Sparta gaat wel deze komende week 1 en misschien zelfs wel 2 nieuwe spelers presenteren. En wie dan? Ja, dat we later meer. Oh. Je weet het dus gewoon weten we nog niet. Nee. Nou, wel opmerkt met die Pinto. Ja. Op het moment dat hij eigenlijk zijn vertrek heeft aangekondigd, is hij gaan voetballen. Gaan maken. Goals gaan maken. De een nog mooier dan de ander. Ja. Kwam toch financieel niet uit, toch? Precies, en met de periode daarvoor dus blijkbaar ook niet. Nee. Dat hij dat nu de laatste weken, dat is met Namli ook, hè, die heeft nu een goal en een assist gemaakt. Maar daarvoor in 23 wedstrijden, daarvoor had hij 3 assists. Maar ze hebben gewoon niet zo'n goed seizoen gedraaid. Terwijl het Sparta een geweldig seizoen draait. Ja. Hè? En dan moet je normaal gesproken dan ook een beetje op meeliften. Is Django Warmer dan een goede opvolger als linksback bij Sparta? Zeker, daar ben ik sowieso van gecharmeerd. Als hij helemaal fit is. Als hij fit is bij Groningen, is echt iemand die, die de loopvermogen heeft. Hè? De linkerkant op strijd, die goed kan voetballen. Ja, dat zou zeker een versterking zijn voor Sparta, mits hij fit is. De makkelijkste plek van het elftal, dus lijkt me maar. Je bent altijd zo denigrerend tegenover backs, jij. Nou ja, de keeper dan nog eventjes, Harry. Ik bedoel, dat Olijn wereldkeeper is, dat wisten we al. Dat hij nu ook nog een strafschoppen gaat tegenhouden, dat is ook wel lekker. Die pakte hij zeker goed trouwens. Maar ja, daarna volgt die corner, is hij geloof ik toch even verdwaald, of niet? Ja, maar er staan 20 man voor je neus, iedereen staat te vechten en te springen. En dat kan wel eens gebeuren. Die bal wordt een beetje half weggewerkt en die komt weer terug. Dat kan een keer gebeuren. Maar voor de rest ook natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Als je praat over keepers die zichzelf op de kaart hebben gezet. Van Gassel en hij. Punten pakken. Echt niet normaal, joh. Punten pakken voor Sparta dit seizoen ook. Ja, absoluut. Trouwens, het is prachtig wat er bij Sparta allemaal gebeurt. Maar de Sparta Amateurs, Sparta AV, is ook nog eens afgelopen weekend kampioen geworden. Die gaan naar de eerste klasse. Dus, gefeliciteerd. Dat is hartstikke knap. Het is sowieso knap wat er met Sparta allemaal gebeurt dit seizoen. En we gaan ze dus nog volgen in de slotfase, in het toetje van de competitie in de play-offs. Want wij gaan met dit programma ook nog net zo lang door voordat die play-offs voorbij zijn. En natuurlijk ook met de Sparta-podcast. Dankjewel Ali Boussabon, dankjewel Dennis Kranenburg, dankjewel Harry van der Laan. Graag tot ergens nog dit seizoen. Ja, ik sta voor de 12e, maar dat hangt voor Sparta af. Ja, nou dat zeg ik net. We gaan net zo lang door dat Sparta speelt. Die Sparta-podcast is woensdag te zien en te beluisteren hier op Rijnmond. En FC Rijnmond is er als altijd komende vrijdag weer. Goeie week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.